daar zijn we weer. In de winkel liggen deze leuke lintjes. Het zijn allemaal verschillende maten, kleurtjes. En dan wil materialen. Materialen ook nog. Dus ik wil graag weten hoe dat we deze leuk op kaarten kunnen verwerken. Ja. Nou, met lintjes maak je dus net je kaart af. Ja. Soms heb je maar een heel klein stukje nodig om toch net dat kleine beetje extra te geven. Ja. Er zijn heel veel soorten lintjes. Hier heb je bijvoorbeeld organza. Nou, als je organza lint hebt, kun je heel mooie streken mee maken. Okay. Je hebt van dat geprint satijn lint. Ja. Dat is dus weer heel mooi om randjes ermee te maken. Kleine stukjes ervan te gebruiken. Ja. We hebben ook nog van dat groscreme. En dat is heel stevig. Geribbeld lint. Is ja, dat, en dat is ook stevig. Ja. Okay. En daar kun je dus heel mooi mee vlechten. Maar dat laat ik zo meteen zien. Leuk. We beginnen op een heel eenvoudige manier. Mm-hmm. Door gewoon... dit lint te gebruiken, daar heb ik gewoon... Ja, ik heb eerst een vierkantje gemaakt met papier. En daar heb ik dus het lint dat je het aan de andere kant gewoon even vast kunt zetten. Ja, en dan plak je het erop. Heb je het meteen mooi afgewerkt. Juist. Ja. Nou, normaal gebruik je gewoon één soort lintje. Mm-hmm. Maar probeer nou eens een keer gewoon met twee lintjes over elkaar heen te werken. Want je ziet, het buitenste randje is dus hiermee gedaan. Leuk. En dan gaat hier dit... hier weer overheen. Je kunt ze eigenlijk heel leuk combineren. Ja, je maakt in feite je eigen lint. Ja. Is ook heel leuk. Heel leuk. Stukjes die overblijven, mm-hmm, nooit weggooien. Want het is heel leuk als je bijvoorbeeld een heel klein stukje hebt. En dat laat je ergens zo gewoon uitkomen. Oh, klein veetje knippen. Een soort labeltje. Juist. Oh, heel leuk. Ja, dus je hoeft in feite helemaal niks weg te gooien. Nee, leuk. Nou, dan wil ik dit graag laten zien. Ja. Dit is gevlochten. Ja. En dat doe je dus op de volgende manier. Eerst nog even iets vertellen. Elk lint... wordt anders door het vlechten. Dus heb je heel zacht lint, dan gaat het ook meer in elkaar zitten. Okay. Dit groscreme, dat is stevig. Ja, dat is vrij stug. Juist, en dat, eigenlijk is het het makkelijkste. En ik vind het altijd het mooiste. Okay. Nou, het werkt heel simpel. Je pakt dus, ik dacht dat ik 2 meter had gebruikt, maar dat staat in de nieuwsbrief. Ja. Je pakt altijd het middenste. En dan leg je het op je handen en dan gaat het. Het is eigenlijk heel makkelijk. Rechts gaat over links. En dan maak je met deze kant een soort lus. En dat haal je dus hier doorheen. En dan trek je hem gewoon aan. Dus nou heb je een lus. Nou zie je dat dit naar rechts wijst. Ja. Dat wil zeggen, je hebt 2 banen. En dan pak je die rechterbaan omdat die naar rechts gaat. Okay. Precies hetzelfde. Ik doe hem zo. Je maakt een lus. Je steekt hem hier door. En je trekt dit aan... totdat het strak zit. Okay. En dan ga je weer met die kant. Je vlecht als het ware naar boven toe. In feite wel. Oh. Dus je gaat gewoon dit doen. Je trekt hem weer aan. En dan moet je naar de rand kijken wanneer je klaar bent. Welke kant het mooiste is. Want soms is de achterkant mooier en soms is de voorkant mooier. Okay. Dat komt omdat het geprint ribben is. Als je nou 1 kleur hebt, dan maakt het dus helemaal niet uit. Nee. Kijk, en hoe strakker je het aantrekt, hoe mooier dat het wordt. En zo doe je dus eigenlijk heel die... rand maak je helemaal af. Even wachten hoor. Het heeft even zijn tijd nodig. Maar ja, voordat je resultaat ziet. Ja. Het is gewoon een kwestie van oefenen. Is het ook. Ja. Ik vind het altijd leuk om het voor de tv te doen. Je hoeft er niet bij na te denken. Want het wijst allemaal voor zich. Ja. En ben je klaar. Nou, dan maak je dus de mooiste dingen. Nou, kijk. Zo heb je dus de voorkant. Zo de achterkant. Zou je het nou af willen maken. Dan haal je gewoon deze kant... hier doorheen, door de lus heen. Ja. Dus dan blokkeer je hem dus eigenlijk al. Helemaal doorheen. Gewoon helemaal doorheen. Okay. En dan die lus even aantrekken. En dan zet ik aan de achterkant dit eventjes hier vast. En dit zet ik hier vast. En dan kun je gewoon met lijm doen. Je kunt het met van die glue dots. Ja. Net, of met een stukje garen, gewoon met een naaldje. Ja, of met een lijmpistool. Net wat je wilt. En dan knip je het af. Nou, dan kun je het gewoon helemaal, zoals ik hier heb gedaan, rondvormen. Leuk. Na de rand heb ik een losse strik erop gemaakt. Die je dus erop bevestigt. Dan heb je ook mooi het weggewerkt. Ja. Waar de stukjes tegen elkaar in komen. Heel leuk. Het is echt een mooie luxe afwerking. Is het ook? Ja. Ja. Dan zie je dus wat je met lint nog veel meer kunt doen. Dus je werkt het netjes af met een strikje op de stukjes waar het tegen elkaar aan komt. Heel leuk. Ik vind het heel mooi. Een luxe afwerking. Is het ook. Gaan we gewoon zeker gebruiken. Oké, succes ermee. Veel plezier.